Jij gaat naar pijpen. Ja, ik ga de buis maken, Bas. En... Dus als jij zegt van joh, ik wil het spulletje, nou ja, 6 centimeter hoog hebben. Ja. Martijn, we hebben een probleem. Ja. Hè? 14 mm pijp gebruikt. Met hoeveel millimeter was dit, Martijn? 9? 8. 8 mm slangen. Happy droppy. Dan ga je daar hier heb je al een afsluiting tussen gezet, een automatische. Half 1 waren we thuis. Ja, en ik lag gewoon 1 minuut bed. Ja, ik half 2. Nou, alles staat in de karretjes. Dit is een nieuwe. Je ziet ook, die is veel dikker. Martijn heeft een heel bouwwerk gemaakt. Allemaal nieuwe leidingen. Circulatiepomp. Ja, hij moet branden vanavond. Dat is een beetje een probleem. De meneer van het cel. Die moet de temperatuur van 18 graden zijn. Die vloer. Dus dat is een beetje een probleem. Het is nu 8:30. Mooi tijd. Het is pas 8:30. Dat is natuurlijk bekijkt, hè? Een heel bouwwerkje, hè? Ja, ja, hij moet los gaan eruit. Alleen een vraagje, Martijn. Dadelijk krijg ik dadelijk ook weer een zomer- en winterstand op de airco. Zomer- en winterstand? Ja, je hebt gewoon... Ja, die blijf je houden. Deze airco's blijven reverse kunnen draaien. Kijk, wat nu in de boot heb, hadden we zeg maar die reverse stand van de airco. Dus verwarmen hadden we gewoon eruit gehaald. Hadden alleen warmte gemaakt. Ja. Nu kan je hem als backup ook elektrisch verwarmen. Dus dat de airco blijft helemaal de airco, dat doet niks. Oh. Nee. Dus ik kom echt gewoon straks via de MP-bus krijg je een signaaltje wat je gaat sturen. Oh, dat gaat ook weer via die computer. Ja, 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 ja. Zo, zo. Ja, zeker. Mooi, hè. Ik kan hem alleen van thuis nog niet bedienen. Nee, dat... Nee, bijna wel. Bijna. Ja, dat was ook best wel mooi, want we gingen die de uitlaat zat ook helemaal niet vast, hè? Nee, die was een beetje lekker. Die zat gewoon los. Ja. Daarom is hij hier helemaal verward. Ja. En ik heb ook van de week al een beetje koolmonoxide, hè? Oh, dat is mooi. Dat moet je goed insnijven, jij. Maar Martijn, even wat anders. Weet je wat ik besteld heb? Nee, een koolmonoxide melder. Ik heb een koolmonoxide melder besteld en ik heb 6 koppelbare brandmelders besteld. Van welk? Van Eier van Ajax? Nou, dat weet ik niet. Of van Feyenoord, ik ken ook. Mooi. Je hebt een mooie pijp, hè? Ja, met pijpen. Een mooi buis. Ja, jij hebt een mooie buis. Hè? Ja, heel mooi buis, Bas. De expansie van het zit al. Uitlaat zit er ook half. Zit wel op de uitdoorvoer. Ja. Het is fantastisch. Ja. Jij gaat naar pijpen. Ja, ik ga de buis maken, Bas. En dan moet ik nog het water aansluiten en dan kunnen we hem vullen. Ja. Hij kan hem nu ook al vullen met pompjes, hebben deel druk, maar dat gaan we ook even doen. Zo. De vloeistof erin duwen. Ja. Uitlaat erop. Nou, Martijn, zijn pompjes zijn weer klaar. Met coolant. We gaan dadelijk het systeem even volpompen.
erin. Nou, zit er ook in. Nou, we gaan opstarten, hè? Nou, ja, kachel is ermee gestopt. Ja hoor. Hè? Zeker. Wij gaan lekker naar huis. Zeker. Het is... veel te laat. Het is 12 uur. Ja. Mooie tiet. Doei. Doei. En, abonneer hè. Ja, dat heb ik. Hè? Zeker. Was een lange dag. Ja, hou we van. Goedemorgen. Oh, daar gaan we weer. Oh ja. We beginnen met koffie. Daar gaan we weer. Ja, we beginnen met koffie. We beginnen met koffie, ja. Nou ja, Atte Timmerman is er weer. Ja. Zijn van de partij. En dan de familie Vaas is ook aanwezig. Ja, zo lief is naar buiten gezet. Ja, die hebben we even buiten gezet. Ja, die hebben we even buiten gezet. En die halen we weer voor de koffie. Ja. Nou, ik heb met Atte even wat dingetjes vandaag gelopen. Ja, toch? Ja, dus het is wel, wordt heel mooi de vloer. Oh. Ja? Mooi uitgezocht. Ja toch? Nou, ik denk als je straks hier de vloer klaar is, dat... Ja. Nee, blij ei. Nou, maar jullie gaan de ramen mallen, hè? Wij gaan mallen, ja. En meten. Dan gaan we er wat moois van maken hier. Ja. Koffie... Koffie wat? En wat is dat? Nou, we gaan kijken voor het blad. Oh. De keuken. Dus We hadden deze als vloer, zeg maar, dus mooi. Lekker fris, ja. Ja. Maar dat heb ook ik vaak niet gezien. Andere opties. Ik weet het niet, heb je dat vaker gezien? Ja, ik heb dit wel vaker gezien. Volgens mij legt dat bij ons in de badkamer. Klopt. Klopt ja, dat? Waar is meneer Vaas nou gebleven? Die is buiten. Die is aan het buiten snijden. Oh, nou, dat is één. Ja, ik denk toch wel dat dit heel gaaf is. Zie? Ja. Ja, weet je, dit is wat... kijk, dat heb Ad ook, maar dat is gewoon wat... Ja, ik heb gewoon wat monsters. Monsters. Hey, monster. Ja. Dit is meer de marmerlook, is ook mooi. Die is wat rustiger. Ja. Die vind ik ook wel heel mooi trouwens, Ad. Ja, nou... Wat chiquer. Ja. Ik denk dan, want als ik nu deze zie, dit vind ik een beetje... Flats. Maar als ik dan deze zie, denk ik, nou, dat is wat chiquer. Ja, best mooi, ja. Misschien ook omdat dit uit de badkamer vandaag voor mij, hè. Ja, ja. Dat blijft toch, in mijn hoofd klopt het niet. Ja, dat is ook heel mooi, ja. Je kan gewoon je gedachten houden voor beneden. Voor beneden, ja. Dat zou wel mooi zijn, beneden. Dan zou ik hem zo weer willen hebben. Beneden? De badkamers. Beneden is alles mooi. Ja, maar dat komt wel straks ook ander in de toekomst. Oh. Ik heb alleen met Ad nu gehad over een paar kleine maak dingen. Maak plannen voor een paar jaar. Ja, ik denk dat een beetje van wat, want je moet dat ook, je moet dat ook door. Ja, Ad moet ook tijd hebben. Nadenken. Ad zit gewoon maanden vol, hè. Dat is de mal. Oh. Oh ja, die heb je al getekend. Zo schuin is je boot, zeg maar. Ja, schuine boot heb ik, hè. Mooi, hè. Ja, ja. Dan gaan we weer knip snijden. Ja? Weer net schaarweiden. Ja, ik heb nog gewoon laten even wandelen. Dus voor snijden. Oké, dan moet je een schaar hebben. Ja, een schaar hebben wij wel, hoor. Dat is zo makkelijk. Ja, ja. Oké, ik loop hier. Ja, een mooie bos zwarte krul er al.
Ja, nee joh. Gekheid. Gekheid. Super vet. En dan moet ik even kijken bij de duetters. Nou. Even foto maken, want het is wel heel goed voor mij uitgezocht. Ja, nee joh. Gekheid. Gekheid. Super vet. En dan moet ik even kijken bij de duetters. Nou. Even foto maken, want het is wel heel goed voor mij uitgezocht. En dat wordt alles. Ja, dit is de vloer. Ja. Dus dit is, wordt het keukenblad. Dit wordt onze bekleding. Kijk maar zo mooi. Dit wordt dan, kijk. Dit worden de jaloezieën. Voor en achter. Dit is onze vloer. Zo. En dit wordt dan de bekleding. Ah, oh, ja, mooi hoor. Zo. Echt vet. Ja, toch? Ja. Ja. Ja, die is echt mooi. Ja. Heel rustig. Zonnetje komt ook op. Zo wordt het deze. Ja, mooi. Blij mee? Ja, ja, ja. Ja, dus dit heeft dan Dreamwell gemaakt. Ja. De bekleding van de, alle banken. Dit gaat Ad doen. Ja. Dit komt op de keuken en op de eettafel. Dit is Raymond, ja, ja, zijn crew aan het doen. En dit gaat de familie Vaas doen. Oké. Okay. Dus ik vind het gaaf, ga foto maken. Dus even plateautjes aan het opmeten. Het is er helemaal dik van het water. En daarboven ook. Ja, al met al is het een aardige rivier zo. Maar goed, we waren vannacht 1:30 thuis. Vanmorgen weer vroeg op. Maar de kachel brandt nog. Daar zijn we blij mee. Martijn komt straks ook nog terug. En dan gaan we hier nog leidingen leggen. Naar de achterpiek voor de verwarming. Zit ik aan het schrijven maar vast. Dus als jij zegt van joh, ik wil het spulletje, nou ja, 6 centimeter hoog hebben. Ja, bijvoorbeeld, dat vind ik wel leuk. Ja. Maar het maakt niet uit dat het dat zit. Ja, maar daar kunnen we gewoon naartoe werken. Ja? Want dan mag het aardig best hebben dan. Ja, want ik vind het een beetje iw. En die andere, als ik dan de andere in die andere kom, vind ik dat wat mooier. Dus ga ik 24 mm omhoog. Spreek voor maar. Ja. Oh, hi. Hallo. Ja. Ik hoor, we hebben geen basis. Nee, maar dat hadden wij toch ook helemaal niet. Basis. Ik ben dat wel gewend. Okay. Ze zijn niet aan het meten. Meten is weten. Meten is weten. Hè? Had ik van alles opgeschreven, geen idee waar dit over heb. Zo denken die schippers. Dag. Nee, goed gelopen. Ja, toch? Ja. Hier ga je niks aan neerachter. Nou, jij zoekt het hogerop. Ja, ja, ik wil een actiefoto maken, maar ik denk, ja, het is nu niet de opzichten. Ik heb helaas echt verwacht dat het alles nee, dat is goed, nee, ja. Opzichten, weet je wel, daar. Ja, ja. Ah, het is wel leuk dat iedereen een beetje bezig is, toch? Het is leven in de brouwerij. Ja, toch? I like. Allemaal bellen en... Ja, Diana had een vraag. Oh. Hier staan ze overleggen. Ja, overleggen. Overleggen. Diana wil wat anders. We gaan niet meer in dat blad boren, want hier gaan we, daar gaan we ze zeg maar... Hier is groen alleen. Maar dan is wel handig dat ze er allemaal zijn. Ja, de directeur is overleg. Ja, het is directeurs overleg. Ja, maar het is handig dat ze er allebei zijn, want dan... Het Ad gaat dat blad maken en als hun dan meten voor de plissés en dat loopt dan weer iets anders, dan is het wel handig dat zij nou, en Gerco is aan het bellen voor dit. Oh, wat trouwens. Het had geel, rood of roze. Oh. Maar de verkeerde kleur. Ja,
Ga je dat bestellen of zo? Ik ga je een foto naast aan opschrijven hoe het heeft. Ja, dat is wel handig. Ja, want ik hou dat stukje. Ja. Ad gaat er weer vandoor. Ad gaat er vandoor. Ja. Nou, dankjewel Ad. Ik mocht het stukje houden. Tot ooit. Tot ooit. We hadden wel, we zijn natuurlijk niet zo, maar het zou wel leuk zijn voor het vaarseizoen. Jammer dat ze zelfs voor het vaarseizoen. Welk jaar? Nou, dat is half april pas, welk, hè? Welk jaar? Ja. Nee, 2024, hè? Ja? Heb je het goed genoteerd? Dat ik wel de goede krijg? Dit is degene die hier ligt. Nou, dan heb ik in ieder geval een stukje. Ja. Nou, Aste, dankjewel. Tot snel. Hey. Wat zit dwingender. Dat vind die camera ook zo leuk, hè? Ja, wel. Dat zelfs je afscheid gefilmd wordt. Nou, het moet niet gekker worden. Ja. Nou, doei. Goed gelopen. Kijk, hier komt hij nou omhoog. Hier, het hout blijft zitten. Listerheen. Het is echt een rechte geleider, die ligt erboven. Mm-hmm. Ja, wij moeten alleen kijken dat we dezelfde ruimte hebben. Of dat we misschien nog er ietsjes in moeten korten dan. Ja, oké. Okay. Hij ziet wel veilig ook, hè, zo. Ja. Dat is lekker mooi. Ik kan hem opvangen. Dan kun je hem op mijn rug, hè. Nou, je gaat er weer vandoor? Ja, ik ga er vandoor. Dus Ad geweest, Vaas geweest. Nou, de heren doen het ook onwijs mooi met de vloer. Ja. Dus ik ga weer een deurtje vinden. Oké, okay. Dan zeggen we, hè? Even duimpje. Ja, het loopt allemaal geweldig. Klaar. Ja, ik ben helemaal blij. Allemaal goed gelopen. Dus nou, kan alles besteld worden gedaan worden. En helemaal top. Tot de volgende. Tot de volgende. Doei. Doei. Hey, mooi, hè? Prachtig. Maak ik me op van het baantje af. Ja, je moet even in de keuken staan. Eén stapje opzij en is het goed. Naar links? Ja. Kijk, dan moet ik hem net een beetje opschuiven. Wel een flinke flap, hè? Dit is een flinke flap. Ja. Ja, mooi. Mooi, mooi, mooi. Nou, de kreukels eruit. Ja. Deze is wel heel licht, zeg maar. Ik vind het wel een mooie kleur, deze. Ja? Meter? Ja, iets zien, nog iets zien, als het kan. Ja, luister terug. We hebben die weer terug. Ik krijg de korting als je veel afneemt. Mooi hoor. Maar Martijn, we hebben een probleem. Ja. Hè? De ketel brandt wel. De ketel, de kachel is goed. De vloerverwarming. Maar de vloerverwarming doet het niet. Goed. Niet goed. Hè? Niet goed. Nou, dat doet het helemaal niet. Beneden verdieping doet het helemaal niet. En boven wordt hij lekker warm. Ja. Maar beneden hebben we mooie flexibele slangetjes. Het volgende werffoutje gevonden. Ja. Helaas voor Bendy. Bendy ellende. Maar ze hebben namelijk, ik zal het even laten zien. Ze hebben hier 14 mm pijp gebruikt. Met hoeveel millimeter was dit, Martijn? Die is 9? 8. 8 mm slangen. Din 8, 10 mm. Dat zou eigenlijk gewoon dezelfde doorstroming moeten hebben. Dat heb ik gelegd. Dus de doorstroming is te weinig. En nu hadden we, ze hadden de vloer al gelijmd. Maar hier hebben we precies hetzelfde probleem. Dus de weerstand is te groot om
de vloerverwarming te laten stromen. Want alle warmte vliegt naar boven. Dus Martijn heeft allemaal slangen besteld met een doorvoer van 13 mm? Ja, 13. Dus die gaan we morgen ophalen. En hopen dat het wel goed is. Want als de diameter boven groter is dan beneden, dan gaat hij naar boven natuurlijk. Hè? Ja. En Martijn is ook even bezig om de airco-pijpen te vernielen. Te vernielen? Ik knik een beetje water uit, misschien, altijd gezellig. Happy drappie. En dan ga je daar hier heb je al een afsluiter tussen gezet, hè? Een automatische. Ja, precies. En dan hier komt ook zo'n ding tussen? Nee, hier gaat alleen T-stuk komen. Oh, dat T-stuk naar deze wisselaar. Ja. Want hier zie je de pomp. En daar wordt hij op aangesloten. Ja, klopt. Nou, en Martijn die gaat zelf richting huis, want die is moe. Ja. Het was... Half één s'nachts was ik thuis. Ja, ik lag... ik was ook... Half één waren we thuis. Ja, en ik lag pas 1 uur op bed. Ja, ik 1:30. Maar goed, het is mijn boot. Ja. Dus ik was hier vanmorgen weer om 8 uur. Ja. Ik was ook op tijd. Maar ja. Ik heb tijd wakker gemaakt, de rest van de familie. Zo gebeurt het nog wel eens, hè? Ja hoor. En ja, het is een beetje tegenvallen voor de mensen die boven bezig zijn, want die kunnen hier niet verder. Helaas. Ja, hier heb je precies hetzelfde. Hele dunne slangetjes. Ja. Het is niet anders. Er zit ook een beetje in een knik. Ja. Nou, en ik ben al het kitten. Ik heb hier de doucheloge kit. Mooi lijntje. En nu ga ik dit kitten even afplakken. En dat komt wel goed. Ja, zo zijn we allemaal bezig. We gaan even boven kijken. Boom is. Nou, deze gang ja, die is klaar, maar die kunnen ze niet lijmen. Omdat hier ook een luikje zit met slangen. En daar zit nog een luikje met slangen. Dus. Even kijken. Nou, het ruikt hier lekker. Ja, we hebben even spannende momenten. Ja, dat snap ik. Heel spannend. Dat heb je vaker gedaan, hè? Ja, dat zit ik al een tijdje op. Een jaartje of 30 bijna, volgens mij. Oh. Oh, het is al geplakt, joh. Ja, hier is het lijm onder. Oh. Dus we moesten hem helemaal zo terugslaan. Toen ging hij een beetje trekken, dus dat was vervelend. Nou ja, want die gaat trekken is niet zo erg, maar zij er maar last van hebben. Ja. Altijd spannend. Hier zit een vouw in. Hoort dat? Ja, die hoop ik dadelijk even eruit te kunnen riebelen nog. Oh. Maar daarom maak ik hem eigenlijk eerst van tevoren vast. Om dan terug te kunnen slaan. Ik kan ook wel zo goed snijden. Ja, goed gevoel, nou, ik heb dat een keer geprobeerd, maar bij mij lukt het niet hoor. Ieder zijn ding toch? Ja. Maar wij maar aan een. Van mij maar aan een motor knutselen. Je maakt geen binnenvaartschip. Hè? Je maakt geen binnenvaartschip even ergens aan de wal laten. Nee, precies. Waarom?
Zo, goedemorgen. Weer een nieuwe klusdag. We gaan weer een werffout verhelpen vandaag. Met de vloerverwarming. De vloer wordt alleen warm boven. En beneden niet. Dus we gaan eerst even alles naar buiten sjouwen. Oké, dan moet ik even de hydropomp. De hydropomp moet aan. Hydropomp aan. Die is aan. Dan kunnen we het luik open doen buiten. En dan moet ik hier naar binnen. Dus ik ga het luik open doen. En dan sjouwen we alles naar binnen en alles wat we niet meer nodig hebben gooien we er even uit. Want anders blijven we bezig. Tuintje vullen. Nou, dit moet er nog even in. Maar hier zit alles in wat hij nodig heeft voor de inbouw van een cabola. Nou, alles staat in de karretjes. Dan kan het luik weer dicht. Dikke prima. Dikke prima, wel makkelijk hoor, zo'n luikie. Koffie. Dus, het belangrijkste hier aan boord, koffie. Oh, de hydropomp even uit. De hydropomp uit. Jo, hoppa. Is wel makkelijk allemaal. Nou, we hebben nog een fout gevonden. Van de vloerverwarming. De slangen die zijn geknikt. De vloerverwarming hier blijft koud. En wat we hebben gevonden is, dit is een 15 mm pijp of 14 en dan gaat hij over in 8 en deze, dit is een nieuwe, je ziet ook, die is veel dikker, maar dan is de flow van de vloerverwarming te laag. Dus we gaan nu over naar 13. Ja, dat is echt een fout. Met die luiken, daar zit een vloerverwarming in. Die loopt gewoon door. Ja. Als er geen doorstroming is, of een doorstroming van 8 of 13, dat is nogal een verschil. Dus we gaan deze allemaal vervangen. Voor 13 mm. Trying to escape my life, but it could escape me.